Mom Collective is een collectief van 5 jonge designers die samenwerken aan 1 collectie, waarbij ze gekozen worden door echt de crème de la crème van de Nederlandse mode. Mijn modebuurt is Atlanta de Kerenne Taylor, omdat zij urban met 60s mix en alles door elkaar. En dat doe ik eigenlijk zelf ook, vandaar. Ja, het is heel verschillend. Ik heb nooit echt een vast iemand die ik heel erg volg. Elke keer verschillend. Het ligt ook aan waar ik ben en of ik op reis ben of in een boek aan het kijken ben. Maar ja, Lady Gaga vind ik nog steeds echt geweldig. Grazia is het allerleukste. Grazia, goed zo. Dat is mijn muze. Ik weet niet of ik dat per se heb. Ik heb wel bepaalde stijlen die ik heel mooi vind. Ik hou heel erg van het Franse vroeg, zoals ik dat noem. Dus met een streepje en vaak heel klassiek. Het zijn eigenlijk mensen met een eigen stijl en met een soort van garantie van hun eigen look. En dat vind ik de kracht van de muze. Ja, mijn eigen aanstaande is mijn modemuze. Fien Ploeger, onthoud die naam. Vorig jaar met succes afgestudeerd aan de Rietveld Mode Academie. Gaat nu 2 jaar lang meedoen aan Fashion Matters Master aan het Zandberg. En alles wat zij maakt is goud waard. Dat zeg ik niet alleen omdat ik over 10 dagen met haar ga trouwen, maar het is echt een talent. Jeetje. Nee, want ik ben echt heel erg van elke keer wat anders en dingen combineren en variëren. Maar ik ben wel heel erg van de fair mode, dus eerlijk geproduceerde mode. Dus ik vind Stella McCartney heel erg leuk, of Studio Yooks. Voor mij gaat het echt gewoon een beetje om de gunfactor en de likability. Dus ik vind bijvoorbeeld een meisje wat nu heel goed bezig is, Queen of Jetlags. Nou, haar vind ik ook gewoon heel aardig en dan gun ik haar ook echt alle succes van de wereld. En dan vind ik ook alles leuk wat ze doet. Muus, moeilijk dit. Fiona is mijn modemuus natuurlijk. Ja, sorry Fiona is mijn modemuus. Ja. Ja, je werkt hier natuurlijk 6 maanden naartoe en dat alles samenkomt. Dus de modellen, de muziek, de outfits, de make-up, het haar. En dan natuurlijk op deze prachtige locatie. Ik had niet beter kunnen dromen.